Mimoumahi, gefeliciteerd. Niet alleen met de overwinning, maar ook met 2 doelpunten. Ja, dankjewel. Het was lang geleden dat ik überhaupt een doelpunt heb gemaakt. En vandaag maak ik er gelukkig 2. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben vooral veel blijer met de 3 punten die we hebben. Want we hebben een hele belangrijke wedstrijd gewonnen tegen een directe concurrent in principe. Ja, NAC thuis was volgens mij je laatste keer dat je scoorde. Is dat dan een bevrijding? Ja, zeker. Ik denk dat iedere voetballer wel doelpunten wilt maken. Alleen het zat een beetje tegen de afgelopen periode. Alleen de laatste paar weken heb ik ook wel laten zien dat ik heel hard voor het team werk en dat ik alles geef. En ik denk dat het ook wel helpt. En uiteindelijk ben ik er altijd van overtuigd geweest dat dat doelpunten wel gaan vallen. Je zei net al, een enorm belangrijke overwinning omdat het tegen VVV is. Nu sta je opeens 8e. Ja, zo kan de wereld na de winststop opeens heel rooskleurig uitzien. Maar we moeten vooral met beide benen op de grond blijven. En uiteindelijk gewoon blijven gas geven en hetzelfde blijven opbrengen iedere week. En daar ben ik ervan overtuigd dat we nog een hele mooie seizoen tegemoet komen. De heenwedstrijd bij VVV was echt een hele saaie wedstrijd. 0-0 werd het. Deze wedstrijd was allesbehalve saai. Hè? De VAR, rode kaarten, doelpunten. Ja, inderdaad. Er gebeurde aardig wat op het veld. En uiteindelijk 2 rode kaarten, 2 penalties die gegeven werden. En een hele spannende pot. Maar ik denk dat we wel genoeg kans hebben gekeerd om het definitief af te ronden. Alleen dat deden we niet helaas. We lieten ze in de wedstrijd waardoor hun nog hoop hadden. Maar uiteindelijk ben ik wel blij met de 3 punten in principe. Ja, het was een periode van 10 minuten dat jullie echt 4 tot een kans op een rij hadden. Hè? Dan moet er eigenlijk eentje in. Ja, 100%. Ik denk dat het ook wel het eerste seizoen zelf ons minpuntje was dat we geen doelpunten maakten. En dat zag je ook. Helaas schoot ze het allemaal niet in. Waardoor je het uiteindelijk spannend houdt. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon over de streep kunnen trekken. En gewoon 3 punten hier gehouden. Samir Mišević kon niet spelen. Daardoor was jij nu de penaltynemer. Was dat van tevoren afgesproken of had je op dat moment zoiets van dit is hem? Nee, gisteren kwam de keeperstrainer naar ons toe die uiteindelijk het lijstje maakt. En die vroeg aan mij van ben je er klaar voor? Want het laatste penalty die je miste was tegen Unistan toevallig. Dus ik zei tuurlijk trainer, ik ben er helemaal klaar voor. En als ik die penalty mag nemen dan ben ik ervan overtuigd dat ik hem wel erin schiet. En dat was het ook. En ik ben blij dat ik ze allebei erin heb geschoten. Dus extra lekker in principe. De eerste schiet je door het midden. Is het dan lastig om die volgende te nemen? Nee, voor mij in principe niet. De eerste zag ik dat de keeper heel gauw duikte. Waardoor ook bij de tweede al wat langer wachtte tot hij een hoek koos. Waardoor ik hem in de andere hoek gewoon rustig kon schuiven. Dus dat was wel gewoon rustig. De VAR stond vandaag aan jullie kant. Alleen het lijkt mij lastig als jij de penaltynemer bent. Dat je eerst nog een minuut moet wachten totdat je weet of die oké is. Ja, het is heel lastig eerlijk gezegd. Want je wacht, spelers om je heen. Er gebeuren een aantal dingen en dan probeer je gewoon rustig te blijven en die bal gewoon in je handen te houden tot het moment dat je mag nemen. Want je zal maar klaar voor staan en uiteindelijk dat niet doorgaat. Dus daar probeer ik wel gewoon heel rustig te blijven, maar ik ben blij dat hij ze allebei heeft gegeven. Maar hoe blijf je dan in je concentratie? Probeer je af te sluiten? Ga je aan dingen denken? Nee, ik probeer me gewoon op het focussen op die penalty nemen. Dus gewoon rustig blijven en mijn doelstelling bereiken als die bal tegen de net aanschieten. Volgende week Utrecht uit. Doan is er helaas niet bij. Is dat lastig voor jullie of denk je wel dat er iemand staat die dat kan vervangen? Ik denk dat het heel lastig wordt. Doan is gewoon een hele belangrijke speler voor ons. Die uitmuntende kwaliteit heeft. Die gewoon het verschil kan maken. Dat heeft hij dit seizoen laten zien. Meerdere malen. En natuurlijk, niemand in onze selectie kan in principe Doan vervangen, vind ik. Want ik vind hem gewoon een uitstekende voetballer. En die kan iedere moment kan hij het verschil maken. Alleen, ik denk wel dat wij genoeg spelers hebben die op die positie wel heel goed kunnen voetballen en gewoon het niveau kunnen halen. Ja, die wordt verwacht tegen Utrecht en daar ben ik wel van overtuigd. Zoals je vandaag ziet invallen, Mohan Kouri. Nou, die viel voor mijn gevoel echt geweldig in met zijn acties, genoeg kansen gehad. Helaas dat hij net geen doelpunt maakt, zichzelf mee beloond, maar daar kan ik heel tevreden mee zijn en heel blij voor hem. Ja, een paar acties met een voorzitter, had hij er zomaar nog 1 keer in kunnen vliegen. En natuurlijk een tot van een kans naar dat oversteepje van Sierra. Ja, precies. Dus dat zie je al hoe dreigend hij is. Maar ik vind het vooral mooi hoe hij de laatste week presteert. Hoe hij werkt, ook buiten het veld, in de gym en alles. Daar kan ik echt alleen maar van genieten. Je ziet echt dat hij echt heel erg goed bezig is. En dat zag ik vandaag ook met het omschakelen en met alles. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Gaan we naar basis, die kerel? Heel gauw. Hey, dankjewel.